Ronald Liefdink, na de deceptie van vorige week pak je hier denk ik een belangrijke punt. 2-2 thuis tegen of uit tegen Quick Boys. Geef je analyses. Hectische wedstrijd. Weinig echt goed voetbal, denk ik, van beide kanten. En voor ons wel een heel raar begin. We staan na een kwartier of 20 minuten al 2-0 achterstand. En dan denk je van, jongens, als dat maar goed gaat. Ze speelden echt opportunistisch, met de wind in de rug, de ballen de hoek in en erachteraan jagen. Nou, dat is moeilijk te verdedigen. We komen wel langzaamaan beter in de wedstrijd en we krijgen wel wat kansjes. Ik denk dat hun Achilles hier ook bij hun achterin ligt. Dus dan moet je proberen om dan daar een beetje te komen. Nou, dat kwamen we steeds meer. Krijgen we een penalty, een terechte penalty. Misschien ook nog een rode kaart kunnen zijn. Wissink schiet hem heel knap binnen. Nou, dan kunnen we het volhouden tot de rust. Het hebben we al gezegd van, jongens, is hier nog van alles te halen. De wind gaat nu eigenlijk hetzelfde voor ons spelen. Dus probeer die ballen erachter te gooien en jaag die bal achterna. Nou, ja. Toen zijn we denk ik wel zeker het eerste half uur de bovenliggende partij geweest. En het laatste stuk kantelde de wedstrijd wel weer een beetje. En uiteindelijk moet je denk ik vrede hebben met dat punt. Alleen het leek op een gegeven moment na 20 minuten in de tweede helft, toen Kevin al had gescoord, dacht van we gaan ook nog de winnende maken. Maar ja, helaas valt hij niet. Wel trots op de manier van hoe ze zijn blijven spelen en hoe ze terug zijn gekomen. Ja, want ik denk dat het ook belangrijk is, niet alleen dat je hier een punt pakt, maar ook op de manier waarop je dat punt pakt. Volgens mij ook met een aantal jonge jongens. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, hartstikke mooi. Niki mag nog in de A. Mo mag nog in de A. Challing is dan net echt volwassen, zeg maar. In die zin dat hij niet meer in de A mag. Maar ja, die hebben echt hartstikke goed gepresteerd. Normaal gesproken zou ik Niki ook niet gewisseld hebben, maar hij viel geblesseerd uit. Ja, nee, ik vond het vandaag zeker de tweede helft echt een collectief. En we hebben als collectief hier het Quick Boys hartstikke moeilijk gemaakt. Ja, nou, de uitslagen van vandaag zijn weer van die aard dat ik denk dat we nog een hele spannende eindfase tegemoet gaan. Nog 5 finales te gaan, denk ik dan. Volgende week Montfort. 2 weken, dacht ik. Of 2 weken Montfort. Hoe kijk je tegen het slot van de competitie aan? Nou, wel met vertrouwen als we dit weer kunnen brengen. Er zit altijd wel ergens een keer wat mindere fase. Het is jammer dat de vorige week eigenlijk een goede wedstrijd bewijzen van. Maar die wedstrijd moet je ook gewoon winnen. Vandaag goed collectief gezien. De mensen die er vandaag niet bij zijn geweest zijn dan weer hersteld. Ja, ik heb wel vertrouwen in een goed slotstuk. Dus ik ga ervan uit dat we nog een goede nacompetitie mogen spelen. Mooi, dan gaan we nu genieten van de vis van hoofdsponsor Ouwehand. Want die is hier in Katwijk goed verzorgd. Dank.